Paramaribo, Barrio, le spekkie, odilik voor Gwenty. Jazeker. Puti anu tapa boom presi fu skin nai ati. Fifa ai naki boom, 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 boom. En sabi taki e libi. No libi ki u serifi fuan. Libi giden piking fu you, den kompe fu you. Aben boom. En prati. Sayu abi. Nanga trawan tu di aben chimoro muilok. Let me beg you for sandati. Let's speak if you, let's speak if them biggest man. And who is refi? Im sabitaki, you birti, na you for miri, like for bende before. You for miri, na you compe. No mandi tumsi, because if he mandi nanga kondre tumsi, the pace ago, woro no mak mandi nanga gorong. Bikata mandi da pe asa wakadang. Me baru mo le speki odi a kontre de ini bigi problema. Yere no. Ma ala problema na kara e kari pu lusen. Di kai fu an problema ta an problema da ino lusen da yo tang in na problema ma no wang fu wang, no wang fu wi. Wang fu wang fu wang, no wang fu wi. Maktan ay na problema. Uno maktan ankara na ina problema. Bika, de yeesa wi abi, na flusa problema. Dat met me karung na wang. Fudenki kring, saye du. Fudenki bung. Peye pochu futu na grontapu. A grontapu di, atatameki di, komiti. You komita, no be, a bende before bende. Na you komiteng. Te komite lek fa de noia sa sia pasagwe de kombaka. Mi famiri. Asogwe taka nga ya mante ndisi. Op dit ogenblik in Suriname een geweldig probleem, een uitdaging. Man, wij worden geroepen om die uitdaging te nemen en die nemen we ook, alleen moeten we het nog naar een goede oplossing brengen. Want wat er is geweest was niet goed en wat er aankomt, dat lijkt goed, maar of het goed is, dat moet bepaald worden door de tijd. Vergeet niet dat u altijd moet kijken naar de tekens in die tijd. Niet alleen naar het verleden, het heden, vandaag. Je moet kijken wat degenen hebben gedaan die u voorhouden dat ze het zo goed zullen doen en dat ze het, hebben ze het goed gedaan? Kijk, wees niet blind voor de waarheid en ook al doet het pijn je, je zal het moeten accepteren, want als jij het niet accepteert, dan accepteert het jou wel. Er zijn mensen die zeggen, ik wil niks te maken hebben met de politiek. Het is verkeerd, want de politiek heeft altijd te maken met jou. Dat voel je in je portemonnee, een brood wordt duurder. Mensen schreeuwen over valuta, moninode. Hoezo? Is het niet jouw probleem als er baby's overlijden in het academisch ziekenhuis in Suriname, omdat er geen medicamenten zijn, omdat er geen instrumenten zijn, omdat de mensen die gespecialiseerd zijn wegrennen vanwege het feit dat ze onder de maat betaald worden? Wie ben jij dan om te zeggen, ik bemoei niet met politiek. De politiek bemoeit met jou. Want het kunnen ook jouw baby's zijn. En je weet wat wij hebben gezegd. Ala pikina, wie pikin. Zo boem, als jij je gezicht omkeert en je hebt het niet gezien zogenaamd, ben jij ook gestorven. Beste vrienden, mijn oudervader, Respecti, papa Jim, die zei, we zullen allemaal doodgaan, maar we hoeven niet te sterven. En de goede man heeft meer dan 100.000% gelijk, want hij was niet de eerste die het zei. Er zijn vele wijzen die deze melodie gezongen hebben. En die melodie is blijven drijven op de wolken, verdwenen in het firmament en bedekt ons allemaal. Wanneer wij willen weten wat er aan de hand is, wanneer wij die hand in eigen boezem stoppen, wanneer wij ervoor zorgen dat we niet als arrogante idioten staan te gillen,
Dat we dit en dat we dat en dat we zo. Want in feite kunnen we alleen maar iets bereiken wanneer we het samen doen. Suriname unite. Mijn beste vrienden. Het is niet makkelijk om in een land te wonen zoals Suriname. We zijn een zogenaamd derde wereldland. En al die tekenen van die derde wereld, het derde wereld denken, die zijn in ons verankerd. We praten constant over verleden. Denken niet aan het heden. En rotzooi je er maar aan. Elke politicus die komt, die is bezig met de voortzetting van de ellende die ons in deze ellende heeft gebracht. Kijk. Het is uitzichtloos. Nee, het is niet uitzichtloos. Kijk naar die horizon. Kijk, kijk. Zowel aan de opgaande als de ondergaande zon vertelt ons dat het nooit zomaar is. Wij zijn er. En wij zullen de tijd waarop wij zijn moeten gebruiken om het goed te hebben. En als wij het goed hebben, moeten ook anderen het goed hebben. De grootste fout die wij kunnen maken is om egoïstisch, egocentrisch te zijn. Want daar bereik je helemaal niks mee. Stel je voor dat jij er alleen bent. Kijk, al die jongens, kijk ze, kijk, kijk, kijk. Een Brunswijk en een Bordeaux met veel geld en zo. Laat al die mensen verdwijnen in Suriname, dan zitten ze alleen. Zullen ze het goud kunnen opvreten? Nee, je kan het niet opvreten. Je kan allerlei dingen doen. Maar uiteindelijk ben je zielsongelukkig in het leven. Gaat het om dit en dit. En de kern van ons bestaan. De ziel. Lieve vrienden. Laten we elkaar blessing geven. Laten we onze kinderen blessing geven. En laten we ervoor zorgen dat wij blijven staan in het licht. In het licht. Niet in dat elektrisch licht, dat wordt niet bedoeld, maar in het licht. Enlightenment. Wij kunnen niks anders. Wacht niet totdat je met je rug tegen de muur staat en je geen enkele andere kant op kan dan gaan waar die massa je naartoe duwt. Nee, breek uit die massa. Breek uit het massadenken. En vestig datgene waar jij in gelooft, omdat je zeker weet dat het bestaat. Een beter leven is voor ons allemaal. En het beter leven begint bij de allerkleinste kinderen, zelf de kinderen die in de buik van de moeder zijn. Want als die moeder mentaal vergiftigd wordt, wordt ook dat kind in die buik, die feut, wordt vergiftigd. En als dat kind naar de aarde komt en kijkt in het licht, voor zover het de ogen open heeft, straks na die geboorte, dan ziet het kind datgene wat er is, maar nog veel meer. Kinderen worden in, zoals ze geboren worden, worden ze dom gemaakt. En dan kun je de keus hebben of ze dom houden, of ze de mogelijkheid geven om zich te verlichten. Maar alles begint vanaf die moederbuik. En die moeder moet ervoor zorgen dat het kind wordt opgevoed. Mama's, maak van jouw kinderen respectabele burgers. Maak van je dochter ladies en van je jongens gentlemen. En papa doet daarin mee, absoluut. Samen vormen ze de kracht die onafscheidelijk is van elkaar. En de kinderen, dat zijn de zaden die zijn voortgebracht. Als ze goed worden opgevoed, dan zullen ze niks anders doen in hun leven dan hun eigen kinderen ook goed opvoeden. De taak ligt aan ons. De politiek is de politiek en wij hebben ermee te maken en het heeft met ons te maken. Maar wij moeten ervoor zorgen dat we een schone, clean mindset hebben die gericht is op de toekomst van de kinderen. Want zo gauw wij er zijn in het leven, zijn we bezig het aardse te verwisselen. En wat achter ons komt, wat naast ons staat, die zal op een gegeven ogenblik hetzelfde lot ondergaan. Maar tussen het begin en het onbenoemde en onbekende einde is er van alles dat wij als mens kunnen verwezenlijken.
beste vrienden, blijf in het licht staan en kies niet voor de schemering. Kies niet voor het duister. Blijf in het licht staan. En geloof ze niet, zij die zogenaamd als heiligen om u heen lopen en allerlei zin en onzin prediken. Wees ervan overtuigd. Wanneer u staat, is het één op één. U en het licht. U hebt niemand nodig om u in het licht te duwen. Alleen dit. Je mindset. Ga. Clean it. En hou het precies zo. Geef het door aan de kinderen. En dan maakt het verder niet uit waar je in de wereld woont. Suriname, zoals we nu zijn, is het paradijs voor mensen die hier het paradijs gecreëerd hebben, zodat ze het ook kunnen vieren. Wij, die geen gevangenen zijn van niemand, zullen de ruimte altijd hebben om ons leven te vieren. En ik heb het niet over de miljoenen. Ik heb het niet over het geld. Ik heb het over dat immateriële dat maakt dat de mens mens is. De rest is misleiding. Paramaribo, groet u met een grunta op die brasa van morgen. En Suriname Unite. De filosofie is één grote broentje boeketti. Tot later.